Welkom bij deze tweede vlog over de kracht van klantbeloften, waarin we vertellen hoe ze helpen een onderscheidende positie in de markt op te bouwen. In deel 1 heb ik uitgelegd hoe klantbeloften klanten helpen voor jouw bedrijf te kiezen en hoe ze bijdragen aan hogere klantbeoordelingen. In deze vlog ga ik verder in op hoe klantbeloften de kans op service recovery vergroten en hoe ze richting geven en organisaties scherp houden. De derde opbrengst van klantbeloften is dat ze de kans vergroten op service recovery. Het goed kunnen herstellen van een probleem voor de klant als er iets fout gaat. De meeste klanten die vertrekken omdat ze ontevreden zijn, doen dat zonder dat ze hun ontevredenheid kenbaar hebben gemaakt. Wat dat betreft zijn klachten net als een ijsberg. De meeste liggen onder water en bereiken de organisatie niet. Terwijl als je als organisatie weet van de ontevredenheid, dan was er een kans om die om te buigen. Klantbeloften maken het laagdrempelig voor klanten om hun ontevredenheid kenbaar te maken. Ook interessant, als klachten goed worden opgelost, dan kan dat er zelfs voor zorgen dat klanten meer tevreden zijn dan wanneer alles in één keer goed gegaan zou zijn. Vierde opbrengst van klantbeloften is dat ze richting geven aan organisaties. Organisaties scherp houden. Het waarmaken van de belofte aan de klant vereist dat interne processen op orde zijn en medewerkers exact weten wat van hun wordt verwacht. Klantbeloften zijn veelal afdelingsoverstijgend. Bij Jumbo ben je niet alleen van de broodafdeling, maar van de 7 zekerheden. En daarmee ook verantwoordelijk voor het voorkomen van rijen bij de kassa. Bij Volkswagen Bedrijfswagens hebben servicebeloften ervoor gezorgd dat sales en aftersales meer naar elkaar toegegroeid zijn, meer verbonden zijn geraakt. De servicebeloften zijn een belangrijk onderdeel geworden van de totale propositie. Je koopt niet alleen de beste bedrijfswagen, het product, maar je kan ook direct rekenen op de beste service als je een jaar later voor onderhoud terugkomt. Service is een belangrijke rol gaan spelen in het verkoopproces. Je ziet dat klantbeloften veel op kunnen leveren. Misschien zou elk bedrijf ze wel moeten hebben. Want ook als je ze niet extern communiceert, leveren ze je intern nog steeds een heleboel op. Wil je meer weten over klantbeloften, geïnspireerd worden door veel voorbeelden van andere bedrijven, of tips lezen over hoe je mee aan de slag gaat, kijk dan op klantbeloften.nl.